Dagvalu. Dagvalu. Bal is binnen en dan ontstaat hier de kans in de goal ook. Vitesse komt de voorsprong via Baden Frederiksen. Dat ze bij NEC ervan overtuigd. In één keer. Nou, zo kan het dus ook, zeg. Nicolai Baden Frederiksen. Poeier, want dat is het. Een echte poeier. Voermans op het verkeerde been. Is al onderweg naar de andere hoek. Maar daar komt die bal helemaal niet. En dan is het wel heel makkelijk voor Baden Frederiksen. Manhoef. Ja, tuurlijk. Het schot van Frederiksen. Het is ongeveer zijn eerste gelegenheid. En het tegen tijd aan in Turijn met Cristiano Ronaldo. Die wist iets meer impact te maken. Schöner Ball. Und was für eine Antwort. Παθήσει σε αξιτρόπους να μειώσει τη διαφορά. Η εκτέλεση του φάουλ και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι όμως αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά η προσπάθεια. Dat is niet zo handig verdedigd. En dus is dit 1-0 voor Vitesse. Ja, dankjewel ze. Dankjewel Frederiksen. Hij let op. Okoye moet terug, want zit verkeerd en dan wordt het een doelpunt ook. Nou, goed voorbereidend. Net weggehaald voordat het echt gevaarlijk zou kunnen worden. Baden Frederiksen, oh, er ligt heel veel ruimte. Hoe is de paas op Openda? Die is uitstekend. Nou, Openda voor zijn derde. Openda legt hem nog een keer breed. Dat is schitterend gespeeld. Echt een klasse counter dit. Christensen. Leichtsinnig. Kante dazwischen. Zilic. Zilic. Und das ist der Ausgleich. 13. Saisontreffer. Bielrossen bijvoorbeeld. Hier is Manu voor Vitesse. Doet zich van zijn tegenstander. En verrommelt de bal bij Baden Frederiksen. Zo is het heel even 2-2. Maar de vlag gaat omhoog. Manhoef blijft aan de bal. En ja, er is helemaal geen buitenspel dit. Die goal gaat gewoon staan voor Vitesse. Als dit inderdaad het moment is dat die bal echt gespeeld wordt door Manhoef. Dan denk ik dat het gewoon 2-2 is. Awassar, de bewaker van Doekie bij de hoekschop voor Vitesse. En dit levert de kans op een goal ook. Daar is hij weer. Pero. Frederiksen, Chabot en dan komt Manhoef daar bij de tweede paal. Die wijst hij wel hem hebben, maar Chabot doet het zelf. En... Huisman. Rechts, ja. Door het midden, Biro. Dit is geen buitenspel. En is dit? Ja! De 3-0. Baden Frederiksen, de man die nooit scoort. Maar... naar voren liep. Bal van richting veranderd, binnengekopt. Raak. Vitesse heeft in de 49e minuut via Baden Frederiksen de gelijkmaker te pakken. Manhoef. Manhoef met links uithalen en Van Gassel. Baden Frederiksen en dan is het 2-1. En dan hebben ze er weer een beetje verduzie in. Maar in de rebound dan wel wordt geklopt. De eerste kans is voor Miljan Manhoef. Dan is er nog de redding van Van Gassel. En dan tussen drie man van Excelsior. Oh, dat speelt niet helemaal lekker. Dan is Openda weg. De fout van Zwolle. En ja, dan is het dus raak. Wieder im Duell mit Schlager Frederiksen. 3-3, 84. Minute. Ja, ja, in den letzten Spielen. Hopp! Nou, vielleicht geht toch nog wat. Met dat eerste doelpunt in de wedstrijd. Op het toernooi. Dit is een lastige bal. Het doelpunt meteen. De bal lijkt wat af te wijken. Het is een beetje een eigenaardig schot. En meteen het doelpunt, de gelijkmaker van Vitesse. Komt echt uit de lucht, valt er een beetje. Ouais, c'est terrible pour Anderlecht.